was weer. Oh! Dat was een beetje wild. Dit is dat losse. Dat losse end. Ja. Oh, we hebben geen kleed over dat losse kontje. Nee. Oh, oh, en we hebben ineens papier op tafel. Ja, ja, we hebben papier. Oh, want. Dames en heren, hallo! Daar zijn we weer. Dit is Dini. En dit is Lea. Van Tim Salot. Oh ja, bukken. Dien, bukken. Tim Salot, het huis van handwerk. Kom weer op. Ja. Ja. Weten jullie nog? Een hele tijd geleden heeft Lea dit allemaal gepunnikt. Het punniken was ook een heel leerzaam traject. Want punniken met boogjes blijkt niet te doen te zijn. Je moet punniken met spijkertjes. Ik ben wel blij dat we spijkertjes hadden. Want anders had ik nooit dat hele Tim Salot lange eind. Oh ja. Nooit voor. En we hadden een heleboel punnikers. Ja. Het is niet te geloven. Hele moderne. Met zouden ze tegenwoordig van plastic zijn trouwens? Ja, ook. Dat hebben we helemaal niet onderzocht. Hè? Ja, ik heb wel gekeken. Maar die wij hebben, die zijn nog steeds. Zijn altijd paddenstoeltjes en stomme poppetjes. Ja. Maar zouden ze daar ook een... Zouden ze niet meer diverse punnikers moeten doen? Dus niet met altijd meer, poppetjes. Ja, nee. Ja. Maar ook... Dat, dan laten we ze een nieuw punnikje uit. Ja. Of gewoon op een klosje. Met vier spiekertjes. Een punnikje waar niemand aanstoot aan kan nemen. Of juist wel. Je bedoelt een sexy een penis. Met vier spijkers erin. Oké, okay. Oh ja, we zitten op een tijdschema. Ja. We proberen de zaak eens wat te professionaliseren. Ik zal even een foto maken van onze timer. Misschien kan dat ook wel. Oh ja, leuk. Hey, en waarom zitten we eigenlijk op een tijdschema? Nou, omdat wij zijn nu bezig met de opnames voor onze zomereditie. Juist. Ja. Want ook wij... gaan op vakantie. Vanochtend kwam ik en... En we zien elkaar zo vaak dat dan. Oh, ja, was dat? Dat ik, ja, dat was het eigenlijk. Nou ja, jij zei, Dien, ik ben een beetje uit de tijd. Ja, dat en, is zo. En ik ben gewoon heel. Oh, nu gaat deze telefoon. Die gaat nu op. Dit is niet de methode. Ja, maar hij gaat gewoon rinkelen als het tijd al is. Oh, dus hoeven we er verder helemaal niet naar kijken. Dus kortom. Dat is als we willen weten hoeveel tijd we nog hebben. Dan Lea is uit de tijd. Ik ben wel helemaal klaar. Niet met haar, maar met het gevlog. En komt dan weer hoor, als ze met pensioen gaat. En ook niet gaat. Met het gevlog, maar ik ben gewoon moe van alles. Van het hele seizoen. Ach ja, en het warme weer. Ik ga even mijn jurk uit de kreukels houden. Het is trouwens vandaag niet heel erg mooi weer. Want anders zaten we buiten. Het gaat waarschijnlijk straks om weer. Nou, dat krijgen jullie dan ook mee. Buiten zitten is tegenwoordig een hele risicovolle onderneming. Ja, nee, ik heb een eik. Ik zit onder nee, de... Nee, ik bedoel ook om andere redenen. Waarom? Kijk. Ik was buiten. Maar ik zat niet buiten, maar ik was buiten om te proberen mijn potplanten nog te redden. En dan moet ik onder zo'n enorme klimroos. En mijn haar steeds zo inhaken. Dus ik probeer dat los te halen. En ik had een andere jurk aan, ook een blauwe. En daar bleven die rozen in hangen. En dat was een goede jurk. Dus ik probeerde aan alle kanten om uit die dorens te geraken. Ik ben hier hangen die rozen en Silke zat daar op de bank. Die was een weekend thuis en die zat zijn huiswerk te maken. En dus ik stond tussen die potplanten en ik week een beetje zo. En ik voelde, dus ik viel zo achterover met mijn kont in zo'n grote bloempot. En ik vervolgens ook niet meer uitkwam. Want ik lag zo... Ik zat zo klem in die bloempot. Au, nu ik het voordoe... Au. En toen moest mij eruit trekken. Wat heel erg is, want een half jaar geleden of zo was hij thuis in het weekend met de jongens. En toen hebben we dan stevig gedronken en toen ben ik in de woonkamer gevallen. En toen moest een van de jongens mij ook zo...
overeind trekken. Dus buiten is heel gevaarlijk. Ja. Want... Geef het maar toe. Geef het maar toe. Nou, ik heb een schommelbandje. Ik was er niet bij. Het is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar stel nou, dit is het schommelbankje. Oh, dit hebben jullie wel eens gezien, want wij hebben het buiten opgenomen. Vorig jaar, we hebben het een paar keer opgenomen. Nou, als dit het bankje is, dan zit hier dus een ketting en hier zit een ketting. En normaal gesproken ga je daar gewoon zo lekker heen. Maar ik ging een hoes maken voor het schommelbankje, omdat er steeds allemaal takjes en zo. En wat deed ik toen? En ik weet eigenlijk nog steeds niet precies waarom. Maar ik zat dus zo op het bankje. Om dit even te meten, want dat moet een beetje netjes. En toen dacht ik moet even meten hoe lang dit is. Waarom? Dat had ik ook aan de voorkant gewoon kunnen meten. Maar nee, mevrouw Smit dacht, nou, dat moet ik even zo. Dus ik ging echt serieus helemaal zo. Ik durfde dit dus ook gewoon nooit meer te doen. Nee. En ik dacht, en in één keer... Ja, want dat schommelbankje, dat is dus vanaf de zijkant gezien. Zo. Ja, en het klapte in één keer dus zo. Dus als het gewicht genoeg hier komt. En toen lag het... Zullen we het even voordoen? En toen lag ik eronder. Gelukkig de kussens ook, want hij was dus helemaal omgekloot. De kussens lagen nog een beetje tussen mij en de bank. Dat is ook heel zwaar bankje. Een plank ook. Aan de achterkant. En hij staat dus tegen... Nou, op zo'n stukje van de schutting af. Dus ik kon daar ook niet wegkomen. En wat ik dan doe, is dan blijf ik liggen. En dan denk ik, is er ook iets stuk? Ja. Heb ik ook ergens pijn? Nou, dat had ik niet. En toen heb ik zo onbedaardelijk liggen lachen. Ik denk, hoe kom ik hier weer weg? En krijg ik dit nou weer voor elkaar? En ik heb ook al dingen op het bed, dus er lag een boek en zo. Dat heb ik eerst allemaal veilig gesteld. Ja, gelukkig dat er niet een kop kokend hete thee. Ja, had het nog gekund. Weet ik veel wat. De spel, de doos. Ik dacht, oh god, de buurvrouw heeft dit ook gehoord. Die zat natuurlijk ook buiten. Maar die kwam gelukkig niet. Want dan kan ik niet goed tegen mensen je dan zo in je onmacht zien. Nou ja, kijk, je kan ook zo denken... als mensen daar vreselijk om kunnen lachen, dan is dat beter dan... Nee, dat vind ik niet, dat vind ik niet erg. Maar als mensen zeggen, oh hemel, oh... Moet je mascara is al doorgelopen. Nou, fijn. Ik ben dwars door de struiken, want ik moest dus achterom, zeg maar. Over je rug zo, als een soort gestrande walvis. Ben ik er weer weg. Ik heb ook alles weer aan de kettingen weer opgehangen. Want dat is natuurlijk ook losgeschoten. Nou, fijn. Maar ik heb mijn ribben gekneusd. Nee, het zit nu nog overal. Maar ik ga zo wel even naar de... En ik had mijn ribben gekneusd. Ja. Dat is heel erg lastig. Want aan deze kant. Want ik kon dus niet... daar heb je ribben van gekneusd. Ja, ik kon dus niet lachen. Toch? En ik kon niet niezen. Nou, dat zijn toch een paar dingen die ik vrij regelmatig doe. En stok elke keer. Je hebt toch al... Oh, dus je hebt toch het bankje zelf ook geraakt op de een of andere manier. Dat lag bovenop mij. Je bent niet gelanceerd. Ja, ik ben echt eronder geklapt. Maar er zit aan de achterkant zit ook nog een grote lat die beide palen bij elkaar houdt. En daar ben ik dus opgevallen. Dus het was niet zozeer mijn achterkant, maar de voorkant. En we hadden natuurlijk onze alarmdingen niet op. Nou ja, fijn. We zouden een programma maken van wat we allemaal nog moeten behandelen vandaag. We hebben nou een hele dag uitgetrokken om allemaal hele korte filmpjes te maken. Dus het wordt heel spannend. Ik denk dat de tijd al is nu al helemaal... Oh, kijk hier. Oh, we hebben nog 10 minuten. Oh ja. Nee, we hebben nog 20 minuten, want hij loopt af. Oh ja, dat is de tijd. Ja, nee, dit is de tijd van de tijd gewoon. En hieronder is de... Dat is dus 10 uur. Wat we nog over hebben. Ja, we hebben nog 20 minuten. Oké, okay, nou. wat gaan we doen in vakantie? Jij mag eerst. Bedoel je... Nou, waar ga je? Waar ga je heen? Oh, op die manier. Oh, wat ga je... Oh ja, ik ben echt... Nee, ik ben helemaal niet in dilemma. Ik weet precies wat ik ga doen. Ik ga naar dezelfde camping als vorig jaar. Die heb ik
Ik geloof dit jaar in februari al geboekt. Want ik wilde plekje 72 hebben. Oh ja. Of 72 A of B. Dus heb ik aan de camping geschreven. Dus ik ga naar een camping in Frankrijk. En die is in Creuse. Vind ik zelf een heel mooi ouderwets gebied. En daar ga ik dan 3 weken kamperen. En dan heb ik alleen maar een enorme doos met boeken. Weet je wel, bij de Lidl koop je, hebben ze van die leuke namaak groentekratjes van karton. Oh ja? Weet je? Ja. Nee, weet ga maar, als je straks boodschappen gaat doen, dan herken je die direct. Die zien er heel leuk uit. Die stapel ik dan helemaal vol met boeken. Dan heb ik er 2 op elkaar. Die zijn van heel dik karton. En dan eenmaal op de camping keer ik die om. En dan heb ik daar een tafeltje. Een kastje heb ik dan. Oh, nou, dus ik probeer een boek of 10, 12 te lezen. Oh, wat een gesjouw. Mijn buurvrouw heeft een e-reader speciaal. Ja, maar ja, ik krijg kramp in mijn handen van die e-reader. Oh. Omdat je dan die duimen zo moet houden. En ik heb nog een oude e-reader. En dan druk je ergens op. En dan is die bladzijde weer weg. En bovendien, ik hoef het niet te sjouwen. En dat doet de auto. En een e-reader ruikt ook niet naar boek. Nee. En een e-reader kun je, een Kobo kun je zo tegen de zon inhouden en zo. Maar een boek kun je ook zo de zon precies mee afdekken. Een boek kun je breken. Ja. Gaat niks boven een boek. Nee, gaat niks boven een boek. Nee. Dus ik verzamel het hele jaar boeken. En ik hoef ze niet mee te slepen, want dat doet de auto. En je hebt al genoeg, want ik heb ook nog boeken in de kast. Meestal heb ik genoeg. En op de camping zelf hebben ze vaak een bibliotheekje. Dus ik heb nu ook al boeken liggen die ik ga lezen en waarvan ik denk, die kan ik daar wel achterlaten. Niet omdat ik ze mee terug moet slepen, maar omdat ik nu al weet dat ik die niet hoef te houden. En dus het komt en kan goed. Iemand anders dat nog zien? Ja, Ik zal even wat laten zien, ik heb een boek gewonnen. Een boek gewonnen? Ja, een vriendenloterij, daar mag je ze nu naar wat uitkiezen. Ik heb uitgekozen de kleermaaksters van Auschwitz. Oh. Dat vond ik wel heel intrigerend, want het schijnt dus dat die vrouwen van die SS-mannen, die wilden gewoon wel erg leuk in de kleren. En dan lieten ze gewoon door vrouwen in het concentratiekamp, die hadden daar een atelier en dan lieten ze gewoon kleren aan. En dit is het verhaal over die vrouw. Maar ik ben nog niet zo ver, want ik heb nu een ander boek en het is heel pijnlijk. Het is heel erg wat er allemaal gebeurde. En daar sta je normaal gesproken niet zo bij stil. Maar vind niet zo vakantiegedachten, maar wel een mooi boek. Oh ja, nee, maar Kleermakers van Auschwitz. Ik lees ook dat soort boeken. Ik heb nu bijvoorbeeld ook nog weer een enorm dik boek liggen over de ramp in Zeeland. Ja. Ik lees dan alles door elkaar. En, maar bij de vakantie moet je dan een beetje lichte kosten. Nee, in de vakantie kun je juist hele zware boeken lezen. Oh, ja? Omdat je dan, kun je aan één stuk doorlezen. Want de hele zware boeken, dat is wel waar, dan moet je steeds opnieuw in beginnen. Dat zijn geen boeken om 's avonds voor het slapen gaan even te lezen. Nee, daar heb jij mee gelezen. Nee, dus ik neem zowel zware als zware boeken mee. Oké. Okay. Nou, hebben we dat ook gehad? Ga ik 3 weken op de camping en later lezen. In het jaar dan. Krijg je dan ook weer visite? Want je krijgt wel eens visite. Nee, dit jaar kan ik geen visite. En later in het jaar ga ik uitleggen wat mijn grote dilemma is omtrent vakantie en de auto. Die auto moet weg. Maar daar gaan we het later over hele hebben. Hele fijne auto. Ja, ik heb toch zo'n hele fijne Volvo V50. Ja. Op diesel, die nu 735.000 kilometer heeft gelopen. Maar dan mag je zeker ook in bepaalde stadsmodellen. Ik mag nu nog wel, maar straks niet meer. En die auto, die is, daar is iets met het roetfiltersysteem, waardoor die eigenlijk straks, moet ik nog meer wegenbelasting betalen, nadat ik gepensioneerd ben, al waarin ik minder rij. En het is gewoon een hele grote, gore, stinkende diesel. Ja, dat is ook zo. Maar ja, aan de andere kant, het is natuurlijk op zich ook wel weer duurzaam dat je zo lang in zo'n auto rijdt. En het is ook goed voor de portemonnee. Ja. Dus ik kan hem wel oprijden, maar dat kost ook weer heel veel geld. Dus ik ben enorm in dilemma over wel een kampeerautootje in laten bouwen en, tegenwoordig, nu ik hier naar jou toe kwam, het enige wat ik onderweg doe is
kijk ik naar... Oh, dat is een Berlingo. Oh, nou, dat zou ik. Of een Caddy. Of, dat is een Volkswagen Transporter. Een TDI of zo. Ja. Dan zegt hij de hele dag, kijk ik maar allemaal naar die busjes. Ja. Nou, oh, en wat ga jij doen? Ik ga naar IJsland. Op een cruise. Maar eigenlijk in de nazomer, hè? Ja, eind augustus pas. Ja. Ja, en als gezelschapsdame ga. Geweldig. Ja. Ik vind het echt een geweldig idee. Ja. En hoeveel mensen zitten er op zo'n boot? Oh, god. Heel veel. Maar ik heb me ook eens laten vertellen dat er net zoveel personeel op zo'n boot meegaat. Want mijn neef Piet, hi Piet, die ging op een cruise in de Middellandse Zee. En daar zaten 6.000 mensen aan boord. Zoiets. Het is op 10 verdiepingen flatgebouw. Ik wil ook graag cruisen, maar niet met 6.000 mensen aan boord. Nou, het schijnt dat je bijvoorbeeld in Noorwegen kun je ook met een postboot, die is dus veel kleiner, en die gaat dan zo helemaal langs de kust, helemaal naar boven naar het Noorderlicht. Dat schijnt ook wel leuk te zijn, maar dat is wat minder massaal. Maar wij gaan dus, ik ga dus mee op de cruise naar IJsland. Twee weken. Super de luxe. Walvissen kijken. Oh ja? Ja. En waar vertrek je dan vandaan? Uit Amsterdam, volgens mij. Rotterdam of Amsterdam. We gewoon uit Nederland. En dan gaan we naar Noorwegen. En dan gaan we zo naar IJsland. En dan gaan we via Schotland weer terug. Oh! Oké. Ja, moet ik whisky voor je meenemen? Nee, het is al erg genoeg. Nee, niet de drank. Nee. Nou, dus dat gaan we doen. Dus we hebben zomerstop tot, Wanneer ben je terug? In de eerste week van september. Ja. Dat is de periode waarin ik mijn laatste werkmaand inga en ik echt verschrikkelijk druk krijg. Oh, dus een feest. En een heel groot feest komt er nog. Maar eigenlijk weet ik alleen maar dat mijn lieve Vivian organiseert een feest. Oh ja, dat moet je ook niet zelf doen. En ik heb een deel van de kaart nog gezien. En het thema is Nadien. Nadien, oh wat leuk! En, is er nog wel iets Nadien? Is er nog iets Nadien? Nou ja, dat vond ik ontzettend. Want ik wilde natuurlijk me heel erg bemoeien met die kaart. En toen zei Viv steeds, ik ben ergens mee bezig. Kijk daar nou eerst even naar. En toen kreeg ik die kaart te zien met een radiootje erop en een breiwerk en nog wat. En ik moest zo lachen. Dus het staat Nadien. Dat is het. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het wordt vast heel groot. En ik nodig geen vriendinnen uit. Het gaat over mijn werkende leven. Ja. Dus dan hebben jullie elkaar wel. Maar we hebben niks met jouw werkende leven. Nou ja, daar hebben jullie ook alles mee natuurlijk. Maar ik heb een... De VPRO doet het uitnodigingsbeleid. En het is gewoon voor collega's en werkrelaties. Nou, vind ik ook. Ja. En dat zijn ook allemaal vriendinnen geworden. En die heb je waarschijnlijk ook genoeg. Ja. Oké. Dus dat is over de vakantie. Ja. Maar dat betekent dus dat we er eigenlijk ongelooflijk lang... Ja, we zijn er wel... Ja, zijn we er ook dan om de week of zo? Ja, ik moet even zien hoeveel filmpjes we dan hebben om die periode te overbruggen. Maar daarom zitten we dus vandaag op tijd op te nemen. De hele dag. We hebben nog 11 minuten. Nee. Ja, 10:54 hier. 10. Hij loopt af hier. Ja, nee, ik zat daar weer naar te kijken. Het is nou al de tweede keer dat je daar naar kijkt. Maar dat staat toevallig. Toevallig ook, hè? Ja. Nou, dan we moeten natuurlijk wel even bijblijven. Ik was laatst... Daar hebben we er weer één. Ik was laatst op een hele leuke avond over... ja, waarover? Ja, over duurzaamheid. En dan mocht je spullen meenemen die je eigenlijk... Die je dan, waarvan je dacht, nou misschien vindt iemand anders het wel leuk. En dan mocht je ruilen. En toen heb ik deze gevonden. En wat heb je ingeleverd? Nee. Ik was vergeten iets in te leveren. Echt waar? Dit is wel weer typisch jij. God. Je had... Vorige keer, voordat het zoiets was, heb ik een hele grote schaal ingeleverd. Uit de lappenkast kunnen doen. Nee, ben gek. Nou, en we hebben een kaart. We hebben weer een kaart. Hoi Marjan. Kijk eens hoe leuk. Heel Enjoy leuk. Every moment.
Ook in je vakantie. Ja. En ook buiten je vakantie. Maar kun je de kijkers zekerheid geven over dat we er wel in ieder geval om de week zijn of zo? Ja, in ieder geval om de week. Maar misschien ook wel... Want hoe ontstaat zo'n zomereditie? Nou, nu nemen we nou de speciaal filmpjes daarvoor op, kort. Maar we hebben ook wel eens dat wij hier gewoon 2-3 uur achter elkaar zitten. En dan zie je er maar een half uurtje van. Maar soms zeggen we hele interessante dingen. En die haal ik er dan uit en die laten we dan in de zomer zien. Maar dan maken we dus niet speciaal iets. Net als nu. Ja, dus dat is het restmateriaal. Ja, laat nog even je tasje zien. Oh ja, want ik wilde eigenlijk een tasje maken voor de TomTom. Ik heb, dit is de derde, mijn oude TomTom wilde niet meer live verkeersinformatie. Toen heb ik een Garmin gekocht. Maar ik kon het toch niet goed vinden. Is een Garmin? Een Garmin is net zoiets als een TomTom. Ja, ja. Alleen een ander merk. Ja, maar ik wilde uiteindelijk toch een... Want die Garmin die gaf geen benzinestations. En ik moet altijd de benzinestations weten. Omdat ik moet weten, moet ik gewoon nu langs de weg plassen? Of hou ik het uit tot een benzinestation? Grappig, ja. Ik dacht dat je wilde weten waar ik kon denken. Hey, het gaat om... Als ik dan naar de wc kan. Ja, oké. Nou, dus uiteindelijk heb ik weer een nieuwe TomTom. Ga je op... Nee, ik ga niet naar de wc. Maar daar kun je dan stoppen. En dan ga ik vervolgens in de bosjes zitten. Ja, ik wou zeggen, die wc maar is in Frankrijk langs de snelweg kun je... Je kunt niet zomaar stoppen. Dat kan in Nederland trouwens ook niet. Je kan niet zomaar op de vluchtstrook. Nee, ja. Dus je gaat op zo'n parkeerterrein, ga je stoppen en dan zoek je een bosje. Nee, de wc, daar durf ik eigenlijk helemaal niet naartoe. Nee. Nou ja, maar, dus ik heb een nieuwe TomTom en die kwam aan en ik dacht, wow, dat blijkt namelijk een hele grote te zijn. Dus die paste ook niet meer in vandaar het oude tasje. Ik dacht, wat moet je dan met zo'n... Moet je kijken! Het lijkt allemaal naar een televisie. Kan je daar ook gewoon YouTube op zien of zo? Kijk, wat een YouTube, wat een ding. Het is bijna een iPad. Ja, het is echt een enorm ding. Ik zal even kijken... Oh, is het speciaal voor oude mensen? Geen idee. Ik had wel niet gelet op de inch-afmetingen. De oude mensen die dus kunnen... dat ding dat kwam, ik dacht, god allemachtig. TomTom niet vinden, nou dat probleem is opgelost. Ja, ik vervoer ons nu even naar de camping. Maar heb je hem dan vast in je auto of zet je hem gewoon... Nee, hij zit op een houder. Die zat je tegen erbij. Tegen het raam. En die houder, die zit in de auto tegen de voorruit aangekleed. Oh ja, oké. Maar als je dit voor het raam doet, dan zie je er niks meer verder. Ja, dat valt helemaal mee. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk zo'n grote luxe wagen. Oh ja, de Volvo. Ik heb een Volvo zo goed. En bovendien, Zilke heeft hem van het raam afgehaald. En hij zit nu op zo'n rondje geklemd op het dashboard. Oh. Dus hij zit nu op het dashboard. Hij staat gewoon op het dashboard. Oh ja. Okay. Kijk, Heerenveen. Maar het punt is dat dat ding... we moeten nu even doorpraten, want hij moet nu heel hard nadenken over met tolwegen en zo. Als je dat ding op het dashboard laat staan, of tegen de ruit... kijk, hij is zwart aan de achterkant. Hij wordt kokend heet. Om 20:24. Oh, ja. Hey. Ja, dus dat klopt precies. Het is een uurtje of 10 rijden. Ik herken die man ergens van. Nee, ik heb er niet het bed mee gedeeld. Ja, kijk, dan hadden we beter Darth Vader kunnen importeren. Want ik wil wel met Darth Vader in bed liggen. Nou ja, dus een hele grote TomTom. En ik dacht, die moet in een tasje. Dat is toch niet zo raap? Zo ja, raap. Met een... May the force be with you. Met dat zwaar. Maar kijk, dat ding is kwetsbaar. Ik moet heel erg lachen. Kijk, ik heb namelijk het folie. Aan de dag om zitten. Maar dat hou ik eens lang. Dus ik dacht, ik moet een tasje maken. Ja, ja voor maar die past. Dus ja. Terwijl ik gisteren thuis gezocht heb naar stof voor een tasje. Hartstikke leuke stof. Die ligt hier nu ook ergens, weet ik veel. Dacht ik, ik doe hem ondertussen even in hierin. En moet je kijken. Alsof het een condoom is, zeg. Dus... En het voordeel is dat hij dan ook... Er zit gewoon... En touwtje. En sliertje. Het is alleen de houder en de lader en het snoertje kan er niet in. Maar dit is een... ken jij dat niet? Het is eigenlijk... Het komt denk ik uit Marokko ja, of zo. Ja, zoiets. Maar het is... En het leer is...
ja, gestempeld of ingedrukt. Ja, maar dat heb ik dus geprobeerd met die... Kijk. Met die boekenlegger. En dat bleef helemaal niet zitten. Maar dit is echt heel mooi bewerkt, ja, met streepjes. Kijk, je hebt ook van die poefen heb je hiervan. En van die mensen die nemen wel eens zo'n lederen wijnzak mee. Het is een bepaalde techniek, denk ik. Om dat leer te stempelen en te verven. Niet dat dat werkt, maar... Dus eigenlijk is dit een geweldige oplossing. Ja. Want hier kan ook nog... Kijk, hier zit nog een vakje in. Hier zit ook nog een vakje in. Nou ja, dus... jammer, lapje. Je kan weer naar huis. Dus ik doe hem hierin. Want dit beschermt toch tegen kassen. Ja, het is heel sterk. Het is leer. Dus, het is alleen, het beschermt niet tegen het vallen. Maar ja, dat lapje. Wat ja, ik maar had, dat scheelt wel, dat hoor. Dat scheelt ook niet. Ik bedoel, dat had en wat je altijd nog kunt doen, is er een... dat je er bijvoorbeeld een stukje stof nog aan de binnenkant doet. Zodat ja, maar dan kan hij er niet meer in. Oh, het was een condoom. Ja. Voel maar, hij zit er echt... Ja, er zit geen ruimte meer in. Nee. Maar ik ben voorlopig heel tevreden met dit. Dus ik ga op reis en neem mee. Je tomtom. Mijn tom... Nou ja, kijk, voor de vrouw alleen is de tomtom onontbeerlijk. Ja, tomtom, mobiele telefoon, autosleutels, creditcard. Dat heeft meer gedaan voor de emancipatie van vrouwen dan wat dan ook. Je kunt namelijk altijd ontvluchten. Je weet waar je naartoe moet. Ja, ja, je hebt je creditcard om in een hotel te kunnen. En weet ik veel wat. En dus nou, ideaal. En voor de vrouwen die nog nooit met een tomtom gereden hebben. Omdat een man dat altijd doet bijvoorbeeld. Ga dat even oefenen. Ik weet dat wij voor het eerst... Mia en ik gingen ergens heen met een tomtom. Dat was toen helemaal nieuw. Dus dat is al best wel lang geleden. En haar man was taxichauffeur. En toen ging het voelen me lang. Ging het ook helemaal goed. Weet je, dat is dan, ga hier rechtsaf. En dat je dan zo de struiken in gaat. Zo ging het niet helemaal. Maar toen kwamen we terug en toen zeiden we van, ja, er was wel iets een beetje misgegaan. En toen zei die man, die mensen denken ook allemaal maar dat dat zomaar kan. Maar je moet met zo'n tomtom ook even oefenen. En dat is ook wel zo. Oh, ik dacht dat je ging vertellen dat die man riep... Want ik heb vriendinnen die dat roepen. Ik dan gaan we op pad en dan roepen ze direct... Oh nee, dat is helemaal niet goed. Oh ja, dat ben ik. Dus tegenwoordig zeg ik bij zo iemand die dan instapt... Zeg ik, we rijden op de tomtom. Als het je niet bevalt, dan moet je maar weer uitstappen. Maar ik ga niet... Echt waar, ik ging ooit met Ian op vakantie, gingen we naar die geweldige, kwamen we bij die geweldige bruggen in Normandië, want we gingen naar Joan. Dus dan ben je bij Le Havre en dan neem je eerst één gigabrug en dan kom je beneden en dan neem je er nog één. Nou, het is echt een soort zesde wereldwonder. En we gingen op die bruggen af en Ian zei, oh nee. Dat is helemaal niet goed. En de tom, ik had het al 100 keer gereden, die rit. En ze zei, nee, de tomtom heeft het fout. Vervolgens zijn we eraf gegaan. Aan de voet van die bruggen. Toen zijn we, hier heb je de oceaan. Hier heb je Le Havre. Hier heb je die brug. Toen zijn we helemaal zo hier het binnenland ingereden. En hier over een brug waar we in de file gestaan hebben. Ik geloof 3 kwartier, een uur of zo. En toen zijn we aan de andere kant zo weer, ziet de camera? Aan de andere kant van die bruggen, zo hier. Zaten ze achter je. Zijn we weer op die weg gekomen. Toen hadden we bijna 100 kilometer omgereden en meer dan een uur verspeeld, want druk. Dus ik weet het nu. Doe nooit iemand die tegen mij zegt, nee, de tomtom heeft het fout. Ja, maar mijn zuster die heeft hem ook altijd aanstaan. Als ik ergens naartoe moet waar ik de weg weet, dan heb ik dat ding niet aan. Ik heb hem ook altijd, want ik heb er live services op. Dus nu is bijvoorbeeld de weg tussen vanuit Balk naar Koudum is er 's avonds uit. Dus als je dat even vergeet en je gaat s'avonds vergaderen in Koudum, dan roept hij al, denk erom, die weg is afgesloten, je moet even omrijden. Ja, dat doet hij van mij ook niet. Nee, maar, dat doet hij van mij wel. Maar ik heb wel eens gehad dat mijn zus... Want anders bots je bij de gale madame tegen naar, die ding. Naar mijn huis, hè, naar mijn huis. En denk ik, ja, ik weet toch... Oh, time's up. Oh, ik weet toch wel waar ik woon. En dan wilden ze echt een heel eind omrijden. Ja, maar toen wij
waren wij op de breidagen of zo. En toen gebeurde dit ook. Dat mijn tomtom zei, we gaan nu zo. En dat jij zei, nee, dat is niet goed. Nou waren we toen al bijna thuis, dus ik heb je niet uit de auto gegooid. En hij zegt ook altijd, als ik hier aankom rijden, dan zegt hij altijd, je moet hier linksaf. En dat is dan het terrein van Tialf. En dat kan helemaal niet, want daar kun je niet door. Je kan niet doorsteken. Maar kijk, dat is omdat jij hebt niet live services. Ja, ik heb een oude tomtom en die doet verder ook niks. Maar ik bedoel, soms heeft hij het gewoon niet bij het goede eind. Maar wel als je een hebt die up-to-date is. Oké. Okay. En daarom wilde ik een nieuwe. Ik ben en wel daarom zo... moest die nieuwe in een tasje. Want hij moest beschermd worden. Ja. En daarom heb ik nu dit geweldige Arabische... Daar ging die bij, daar viel die bij. Heb ik dit geweldige Arabische tasje. En ik geef toe, het is inderdaad... Misschien kan ik wel op de camping proberen om naar YouTube op te kijken. Maar het is ook wel leuk, want niemand heeft door dat daar een tomtom in zit. Dus dat zullen ze niet snel gaan stelen. En helemaal niet als het zo strak om je lijf heen zit. Nou, hoewel, je moet wel... Kijk, ik heb hier geconstateerd dat dit vlechtje, dat houdt hier zomaar op. Zie je dat? Dit is een beetje een zwakke plek, moet je wel even om denken. Oh ja, maar kijk, meestal stop ik hem in mijn tas... Oh ja. Maar het gaat er alleen maar om dat hij niet gekrast is. Dat je hem zo dwars overtrekt. Ja. Oké, okay, nou. Oh, ik zie we wat moeten je bedoelt. Stoppen, Dien. Ja. Oké. Okay. Tomtom hebben we alles behandeld. We komen om de week. We zijn heel lang weg. IJsland. Tasje. Tasje. Varkentje. Varken. En wat is die laatste regel? Bukken. Oh, bukken. Oh ja, en de kaart. De kaart. En het boek, we hebben weer meer gedaan dan wij eigenlijk gepland hadden. Ja. Nou, dit werkt fantastisch met zo'n lekker. Ja, prima. Oké, nou, daar gaan we dan weer. Dit was Lea. En dit was Didi. Van Tim Zalot. Het huis van handwerken. De zomereditie. Yes. Daag.